We gaan beginnen! Precies 24 uur geleden hebben we ook gestemd. Toen is het gelijkspel geworden. 5-5. Het publiek heeft ook gestemd. Daardoor is het natuurlijk ook zo spannend gebleven. Ja, nu gaan we weer positieve stemmen uitdelen. Klein detail natuurlijk. Het publiek heeft gisteren gestemd. Die stemmen die staan vast. Dus die zal ik ook weer in je zuil gooien. Blijven ze mooi. Dat betekent eigenlijk ook gewoon dat Milena nu 2-0 voor staat. En het is aan de Utopianen hoe verder de verdeling zal plaatsvinden. Milena wou nog even wat zeggen. Ja, Shell, je hebt natuurlijk... Wacht, ik heb het opgeschreven, anders dan ga ik dingen vergeten. De vorige keer hebben mensen gepleit voor jou dat jij kon blijven. Je hebt met tranen in je ogen bij je huisje gestaan. Hier was je ontzettend blij dat je mocht blijven. En Jordi is toen natuurlijk naar huis gegaan. Zeg maar, in aanloop hier naartoe heb je eigenlijk niks met je droom gedaan. Je hebt afgewacht. Dit kan zijn omdat je je rot voelde of wat dan ook, maar ik vind dat persoonlijk heel erg zonde. De avond voor de stemmingen, gisteravond, ben je gaan oefenen. Daar ben ik heel blij mee, maar ik vind het persoonlijk wel iets te laat. En later op de avond heb ik je horen zeggen dat je toch wel naar huis wil. En dan denk ik, verdorie, je hebt vandaag acteerles van Igor. Daarvoor zou je moeten vechten. Daarvoor zou je hier nog een dag moeten willen blijven. En daarvoor zou je eigenlijk liever nog gelijkspel willen halen. Als je naar huis zou willen. Of niet. Ik vind... Ja, ik zou me schamen als ik in jouw schoenen zou staan. Dat wil ik tegen je zeggen. Jij ook. In je utopia-tijd heb je nu pas de laatste tijd iets gedaan. Dat was het. Je mag beginnen. Voor jou was het ook genoeg? Zo. Nou ja, weet je, dit heeft ze gisteren ook al verteld. Dus ik snap niet waarom je het nog een keer vertelt. Ik heb het niet tegen je. En ik heb met mensen wel gesprekjes aangegaan. En als ze bij hun besluit willen blijven, dan willen ze dat. Ja, ik ga met opgeheven hoofd ga ik de poort verlaten. En het boeit me eigenlijk niet heel veel wat andere mensen daarvan vinden. Er moet nog gestemd worden. Laat dat nog even duidelijk zijn voor de mensen thuis ook. Ja, we gaan gewoon lekker beginnen. En wie wil starten, die mag starten. Ja, ik begin. Ik blijf bij mijn stem. Dus we gaan naar Shell. Ja, ik moet zeggen, ik ben echt best wel zenuwachtig. Heel erg zitten nadenken, wat ga ik doen? Ga ik op mijn gevoel af? En dat is natuurlijk dan Milena naar huis sturen. Of ga ik luisteren naar de woorden die mij zijn gegeven tijdens de stemmingen. Shelley heeft gezegd natuurlijk afgelopen maandag toen ze op mij stemde. Je hebt geen eigen mening, je doet niet waar je achter staat. Dus ja, ik blijf bij mijn standpunt en ik ga het tegendeel bewijzen. Ik heb daadwerkelijk wel een mening. En dat is dat jij naar huis gaat. Eén keer in je leven. Ja. Shell, kom op. Ik mag wat wel. Doe je nou? Oh, ik ga niet veel vertellen, ik weet het al wat ik ga doen. Milena, positieve stemmen gaan weer naar jou. Ik had ook wel even een gevoelskwestie, maar ik denk, ja, je bent een topper, dus dat komt helemaal goed. En zeker naar wat je net zegt en dat het Shell allemaal niet boeit, vind ik echt schaamde ogen uit je kop. En dan ben ik al helemaal blij dat mijn stemmen op jou staan. En dan hoop ik helemaal van harte dat jij blijft. En dan gaan we maar elke dag aan de wijn of zo. Ja, laten we dat maar niet doen. Gaat hier. Ijskoud. Maar moet je naar boven kijken? Moet je de zon zien? De blauwe lucht. Oh, wow. Wat een mooie dag. Oh. En ik hoop dat deze dag ons heel veel moois gaat brengen. Ik ook. Ja. En ook de dingen die je nu net weer zegt. Ik begrijp jou echt niet. Ik begrijp jou echt niet. Ik ben blij ook dat we dit gesprek in de hoeven te voeren. Ja. Denk ik. Dankjewel, Jet. Yeah, alsjeblieft. Ja, heel simpel, maar ja, mijn stem blijft hetzelfde. Maar ik voelde een beetje de angst dat mocht er iets gaan switchen, je misschien door mij zou blijven. En dat zou ik me best wel kwalijk nemen, aangezien gisteren ook best wel een tranen was. Dus daarvoor zijn mijn stem ook gewoon hetzelfde gebleven. Niet goed. Ja, ik heb gisteren mijn foutje gehad. Eén laatste kans. En die wil ik je ook nog bieden. Laatste kans. Gaat het weer 5-5? Tja, 5-4. Beslissende stem. Ik kan jullie nog een dag laten wachten of niet? Ik heb er heel lang over nagedacht. Heel veel afwegingen genomen. Ik wil niet dat het nog langer doorgaat op deze manier. Milena, ik ben super positief over jou geweest in mijn stemming. Ik weet dat je dolgraag naar huis wil. En Shell, ja. Yeah. Gisteren vraag ik aan je wat het met je doet. Dat je twee stemmen krijgt van het publiek. Dat ze hier nou. Het doet je helemaal niks. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik begrijp het niet. Milena, je mag blijven. Nou,
omdat je een topper vindt en dat ik het niet van doe. Deze keer is het wel beslissend. De groep heeft gekozen. Idem dito voor het publiek. En gefeliciteerd Milene, je mag blijven. Dankjewel. En voor Shell, jij mag rustig je spullen pakken. En langzamerhand inpakken en jezelf naar de poort begeven. Yes. Wil je nog wat zeggen hier alvast? Nee, eigenlijk niet. Dan was dit de stemming.